En goeiedag, ik ga jullie een hele korte oefening laten zien waarmee je zelf thuis ontspanning kunt aanbrengen in je lijf en je niet lang in therapie hoeft om spanning, trauma's, stress te verwerken. Wat je doet, en ik doe de verkorte variant, is je benen zo spreiden in een vierkantje en je lijf zo omhoog brengen om spanning aan te brengen. Spanning aan de binnenkant van je spieren. Normaal gesproken doe je dit ongeveer een minuut. En dit is geen oefening in de sportschool en in hoe lang kan ik dit volhouden. Het is een oefening om te laten zien hoe je wel spanning kunt aanbrengen om dadelijk te kunnen laten ontspannen. Ik doe hem nu wat versneld om vooral een beeld te geven van hoe het werkt. Wat je doet, je brengt je benen naar elkaar toe. En je voelt hoe aan de binnenkant van je benen de spanning wordt opgebouwd. De spieren gaan trillen. Voor een deel is het trillen van spieren die onder spanning staan aan het sporten zijn, om het zo te zeggen. Aan de andere kant is het ook een soort autonome trilling. Op het moment dat ze bij elkaar zijn, zet je ze voorzichtig neer. Dan laat je de benen helemaal ontspannen staan. En je zult merken dat er een soort trilling aan de binnenkant van je benen komt. Een trilling die bijna buiten mezelf omgaat. Normaal gesproken doe je 5 minuten erover om deze omhoog te doen. Voor deze demo heb ik het wat versneld. En ik voel hoe de binnenkant van mijn benen het trilt. Dit is het ontladen van mijn grote rugspier. De grote rugspier waar spanning zich in opslaat. Want je kunt je voorstellen dat je gedurende je leven eigenlijk allerlei spanning opbouwt. Je schrikt, een baas valt tegen je uit, je wordt afgesneden op straat, je kind valt bijna van de trap. Maar misschien ook wel jeugdtrauma's vroeger. De scheiding van mijn ouders, het overlijden van mijn broertje. Maar ook die presentatie die ik van de week had. Die presentatie die ik zo spannend vond. En waar ik mezelf groot en sterk in. En er is niks mis mee dat de spanning wordt opgebouwd. Wat gaat erom, kunnen we ook weer omladen. Bij dieren zie je dit heel mooi. Die gaan helemaal shaken, gaan helemaal trillen op het moment dat het gevaar voorbij is. En wat ze hiermee doen is letterlijk de spanning uit hun lijf laten. Je ziet dit bij kleine kinderen ook nog. Die gaan huilen, die gaan soms ook helemaal trillen. En het zijn allemaal manieren om de spanning uit hun lijf te laten. Maar ja, wij grote mensen mogen dat niet. In onze cultuur doen we dat niet. Je moet groot en sterk zijn. Terwijl het eigenlijk heel goed is, die spanning weer uit het lijf laten. Je kan je dus voorstellen dat elke keer een hele dag door je allemaal spanning opbouwt. Gelukkig, meer een deel raak ik ook gewoon al weer kwijt. Een deel van de spanning slaat zich op. Slaat zich op in je hele lijf. Slaat zich op in je cellen. Maar een groot deel slaat zich op in de rugspieren. En wat er nu gebeurt is, mijn benen zijn helemaal ontspannen, zijn aan het trillen. En die rugspier is nu eigenlijk de spanning weer aan het loslaten. Door middel van kleine trillingen. Ik zal even mijn mond houden, dan kun je zien dat de trilling soms ook groter wordt. Dus je weet niet wat het wordt, elke keer is het anders. Mijn benen kunnen heel erg gaan trillen. Er komt er heel veel uit. Dus je ziet als het goed is mijn benen nu helemaal trillen. Het kan heel groot worden. Je kunt er eigenlijk helemaal op gaan. Je kunt altijd stoppen door je benen plat neer te leggen. Maar je spieren, trillingen kunnen ook klein zijn. Normaal gesproken hou ik dit zo'n 25 minuten vol. Om heerlijk te ontspannen. En ondertussen, eigenlijk deze oefening zijn werk te laten doen. Je kunt het een paar keer in de week doen om gewoon de spanning te ontladen. Je hebt er niks voor nodig, behalve dat je lekker kunt liggen. En je hoeft er niet voor in therapie of weet ik wat. Een oefening die je prima thuis kunt doen. Je kunt er een beetje bij mijmeren, mediteren, de gedachten de revue laten passeren. Ik heb ook wel eens geprobeerd. Je kunt ook een filmpje kijken op je iPhone. Het trillen gaat gewoon door. Ik zelf zou de laatste niet zo gauw aanraden. Maar het is een prima oefening om eigenlijk autonoom het zijn werk te laten doen. En mocht je er genoeg van hebben, kun je het gewoon neerleggen en stopt het. En op het moment dat het weer mag, zit je weer terug. Je zult merken dat de trilling gewoon doorgaat. Je hebt dus alle controle die je wil. Soms komen er emoties weer vrij, want we weten natuurlijk niet precies wat er op dit moment vrijkomt. Het kan van alles zijn. Ik ga nu de oefening stoppen, voor deze demo in ieder geval. Dadelijk nog even lekker een eentje doen. Maar kan jullie dit laten zien, zodat je het thuis zelf ook kunt proberen. Mocht je meer informatie willen, dan kun je me altijd bellen.